Iedere maand trekt het college van Westland erop uit om een andere kern te bezoeken. Woensdag is Terheide aan de beurt. Maar wacht even, Terheide is vorig jaar ook al bezocht. Ja, wij willen in contact blijven met alle kernen. Dus we blijven ook voorlopig met die kernenbezoek doorgaan. We gaan het nog wel een keer rustig evalueren. Dus één kern die moeten we nog doen, maar die hebben we verplaatst naar de zomer, omdat we in de feestweek van Naaldwijk willen zitten. Het bezoek begint in de kerk aan het Dorpsplein. Daarna bekijken de wethouders de Admiraal, een nieuwbouwproject. Via de parkeerplaats bij de reddingsbrigade naar reddingboot Prinses Margriet, bovenop het duin. Die krijgt een plek bij de entree van het dorpje, een blikvanger als je Terheide inrijdt. Het college, deze keer zonder burgemeester, wordt rondgeleid door Dorpsbelangenclub Hint. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd in Terheide, maar er zijn nog genoeg wensen. Parkeervergunningen en de parkeeroverlast is hier een heel groot probleem in de zomer. En aandacht hiervoor en het vaker laten verschijnen van BOA's die ook actief gaan handhaven, daarop is erg belangrijk. Dit jaar is het heel rommelig verlopen wat betreft de parkeervergunningen. Er zijn geen brieven verstuurd, diverse mensen hebben een bekeuring gehad, hebben we aangekaart en ik hoop dat daar iets uit gaat komen, want ik vind het heel sneu voor de mensen. Verder gaat het goed in Terheide. Hint is echt trots op dit gebouw dat van de sloop is gered. Vrijwilligers helpen de oudere bewoners en houden zo de kosten laag. Maar er is meer. Ja, er is hier heel veel gebeurd. Je ziet ook dingen veranderen. En een van de mooiste dingen vind ik toch wel het project waar Arcana mee bezig is geweest. Want die woningen die waren hard nodig om op te klappen. En dat is ook prachtig geworden. Het ziet er heel mooi uit. De datum van het volgende collegebezoek is al bekend. Op woensdag 17 juli wordt Wateringen voor de tweede keer aangedaan.